Ik vraag vaak aan de leidinggevende, hoeveel tijd per week besteed je nou aan het ontwikkelen van jouw medewerkers? Het eerste antwoord is vaak, ja, te weinig. En dan vraag ik nou concreet, hoeveel dan? Stel je hebt 10 medewerkers, kan je dan een uur per dag, per week aan ontwikkeling steken? Nee, dat is veel te veel. Dat lukt nooit. En waarom? Te druk. En waar heb je dan druk mee? Veel operationele zaken. Oké. Stel je voor, je zou iets meer tijd aan de ontwikkeling van jouw mensen zijn. Wat zou er dan gebeuren? Zouden ze dan meer keuzes zelf kunnen maken? Ja. Wat gebeurt er als zij meer keuzes zelf kunnen maken? Het wordt een inkoper, hè? Dan hebben ze jou minder vaak nodig. Dus door te investeren in de ontwikkeling van mensen, zou het zomaar kunnen gebeuren dat jij minder hard nodig bent, dat jij minder druk hebt. Dan hoor ik hem aan te denken, ja, is lekker makkelijk praten. Dat is niet zomaar gedaan. Misschien niet. Maar aan de andere kant, het begint met kleine stappen. Begin met meer tijd te investeren in het ontwikkelen van je mensen. Durf jij ze te ontwikkelen tot geweldige, krachtige mensen die jou minder nodig hebben? Durf jij jezelf overbodig te maken? Succes! Zoek je meer van toepassingen van dit soort vragen? Kijk op de website talentmotivatie.nl/vraag.